Beste jury en andere aanwezigen, deze Kamer laat mensen met een ongezonde leefstijl meer zorgpremie betalen. Waarom vinden wij dit? Nou, op dit moment zijn er gewoon mensen die ongezond leven en daardoor onnodig vaker in het ziekenhuis terechtkomen en daardoor voor meer kosten zorgen dan dat eigenlijk nodig is. Meer dan de helft van alle Nederlanders is het ermee eens dat mensen die een ongezonde levensstijl hebben meer moeten gaan betalen. Wat bedoelen wij nou precies met deze ongezonde levensstijl? Nou, roken. 13% van de mensen die iets nodig heeft in de zorg wordt veroorzaakt door roken volgens gegevens van het RIVM. Hoe willen wij dit nou gaan controleren? Nou, we willen graag een PAF-pas instellen, dus in plaats van een wietpas de PAF-pas. En daarmee, iedere keer als jij keuken gaat halen, moet je die pas laten scannen en daardoor wordt bijgehouden hoeveel jij rookt. Zo kunnen ze ook geen sigaretten halen voor andere mensen. Nee, er wordt gewoon gekeken naar hoeveel jij rookt en aan de hand daarvan moet je dus ook meer betalen. Dus als je maar één pakje haalt per maand, hoef je dus een stuk minder te betalen dan iemand die 3 pakjes per dag rookt. Hiervoor hebben wij 3 argumenten, namelijk het keuzeargument, het profijtbeginselargument en het ontmoedigingsargument. Het keuzeargument. Het is je eigen keuze of jij gezond leeft of niet, of jij zelf rookt of niet. Maar als ik ieder jaar mijn premie betaal en die wordt steeds maar hoger omdat iedereen maar ongezond loopt te leven, kan ik er helemaal niks aan doen. Maar deze mensen kunnen er zelf wel wat aan doen en moeten gewoon eens wat minder hypocriet worden en gewoon gezond gaan leven, zodat die zorgpremie een stuk omlaag gaat in plaats van alleen maar omhoog gaat. Het is je eigen keuze of jij wel of niet gezond leeft, jury. Daar moet wat aan gedaan worden. Dan je profijtbeginselargument. Op dit moment moet iedereen bijvoorbeeld wegenbelasting betalen, omdat je overal maar rijdt. Maar de een rijdt gewoon een stuk minder dan de ander. En daardoor hebben ze in andere landen tolwegen. Als jij die weg wil gebruiken, moet je betalen. En als je het niet gebruikt, dan betaal je maar niet. Nou, zo is hetzelfde met de zorgpremie. Als jij wil roken, betaal je maar iets extra, waardoor andere mensen daar geen last van hebben. En dan het ontmoedigingsargument. Op dit moment zijn er gewoon een hoop mensen die een ongezonde levensstijl hebben. En dit willen wij met z'n allen verminderen. En waarom laat u dan niet beginnen met mensen nog maar wat extra te laten betalen die ongezond leven? Dus laat ze gewoon extra betalen voor de kosten die ze ook zelf maken. Ja. Weet u ervan bewust dat er al iets is dat heet accijns? Ze betalen al meer. Ja, die accijns is een leuk iets. En laat de accijns nog maar lekker een stuk hoger worden. Misschien gaan er dan nog meer mensen stoppen. In New York kost een pakje sigaretten ook ongerekend 10 euro. Dus waarom laten we dat hier ook niet doen? Goed idee. Dus mensen moeten gewoon ontmoedigd worden door deze slechte levensstijl. Laat ze gewoon maar meer betalen en dan stoppen ze er misschien vanzelf wel eens mee. En als jij denkt van nou, het geld maakt me toch niet uit, dan zoek je het zelf maar uit. Maar verpest niet andere mensen hun leven ermee door hun meer te laten betalen. Dus draai lekker op voor je eigen gemaakte kosten. Dank u wel.